Heeft het nog nut om in een oude computer een SSD-schijf te bouwen? We gaan gewoon eens kijken. Ik heb hier een computer van een klant. We gaan daar een SSD-schijf in bouwen. We gaan hem eerst gewoon eens opstarten. We gaan eens kijken hoe lang het duurt om te zien wanneer die opgestart is. Hier staat nog Windows 7 op. Hij moet ook geüpgrade worden naar Windows 10. Maar we gaan eerst gewoon eens even kijken van wat gaat hij doen. Ik weet niet zeker of de Windows 10, eigenlijk weet ik het nog helemaal niet. We gaan hem gewoon eens aanzetten. We gaan kijken hoe lang het duurt. En daarna gaan we hem overkopiëren. Gaan we met dezelfde specificaties en installatie. Gaan we gewoon eens kijken hoe lang het dan nog duurt. En of het nut heeft gehad. Zoals je ziet, het is een Acer computer. Er zit een Intel i5 processor in. En een Windows 7. Hij is al flink gebruikt, zoals je ziet. Veel stof erin. We gaan hem gewoon eens aanzetten. En we gaan eens kijken hoe lang het duurt. Gaan we hem nu aandrukken. Ja, om tot dit scherm te komen duurde het 40 seconden. We gaan hem eens uitzetten. We gaan hem eens ombouwen. Er staat al Windows 10 op, dus dat is een groot voordeel. Nou, we hebben hier de oude harde schijf uit de computer gehaald. We gaan die omkopiëren naar een SSD. Dan gaan we eens kijken of het een stuk sneller en stabieler is qua opstarten. Zo, inmiddels een harde schijfje overgekopieerd. SSD schijf. Die gaan we eens even inbouwen. Dan gaan we eens kijken wat de computer gaat doen. Harde schijfje aangesloten. Dan gaan we eens even kijken hoe lang het duurt voordat het aangaat. En zoals je ziet is hij er al. Deed hij iets minder dan 30 seconden over. Volgens mij 25. Jullie zien daar een teller. Ik zie dat nog niet. Met het opstarten van de computer dat je echt tijdwinst hebt met een SSD. Dit is echt alleen maar puur het opstarten. Natuurlijk snap je ook dat als je programma's erop hebt staan, dat dat ook allemaal gewoon super snel gaat. Voor nu ga ik hem eerst al eventjes nalopen. Kijken of alle updates erop staan. Daarna gaan we deze nog even aanpakken. De ventilator. Want die is erg vies. En we gaan daar nieuwe koelpasta in doen. Dus ik ga heel even de computer verder nakijken. En ik kom dadelijk weer bij jullie terug. Zo, we zijn weer even een hele poos verder. Er waren wat problemen. Deze computer die had het probleem dat hij vastliep. Niet goed opstarten. En vooral zijn updates niet deed. Ik heb hem eerst helemaal nagekeken. Geüpdate, geprobeerd. Lukte ook niet. Windows 10 er opnieuw op. Liep hij ook steeds vast. Wat bleek. Deze netwerkkaart. Dat was het probleem. Dus die heb ik eruit gehaald en toen draaide het hele systeem wel. Nu gaan we naar de vervolgstap. Deze ventilator, die moet schoongemaakt worden. Dus die gaan we even loskoppelen. Die gaan we even schoonblazen en we gaan een nieuwe koelpasta tussen duwen. Zoals je ziet, hij is niet echt schoon, maar daar gaan we voor zorgen. We gaan er eerst even met de hoge druk erin. Stofzuigertje erbij. Zoals je ziet, is hij alweer een stuk schoner. Dan gaan we nog even verder schoonmaken. Die processor gaan we ook even schoonmaken. Eerst even schoon blazen. Alle stof eruit is. Hij is helemaal schoon geblazen. Alle stof is eruit. Dan gaan we een nieuwe koelpasta erop doen. De koelpasta is dat die beter tussen de ventilator en de processor contact maakt. Waardoor die zijn warmte beter kan afvoeren. En hoe meer warmte die kan afvoeren, hoe beter dat voor het systeem is. Want hoe kouder die is, hoe beter. De ventilator.
Zo, de computer weer aangesloten. We gaan hem eens aanzetten en dan gaan we eens kijken hoe lang het dan duurt. Al. Ik kan nu niet zien hoe lang het ongeveer is. Volgens mij een seconde of 15. Je ziet dat het dan helpt om en een SSD-schijf in de computer te bouwen. En een onderhoudsbeurt te doen. En ook de ventilator gewoon helemaal schoon te maken. En een nieuwe koelpasta. Ik hoop dat je iets aan het filmpje hebt gehad. Dat het nuttig is. Wil je dat ik ook zoiets voor jou doe? Onderin staan de contactgegevens. En wie weet kan ik je helpen. Doe een duimpje omhoog. Bedankt voor het kijken. En tot een volgende keer.